Al ruim 40 jaar ligt het schip Le Serpent aan de kust van het Schouwse Sint-Rooskerken. Het wrak lag jarenlang diep weggezonken op de bodem, maar begin dit jaar is het boven water gehaald. Dinsdagmiddag kwamen er 4 Fransen een kijkje nemen bij het wrak. Hun doen onderzoek aan de oostzijde van de kust van Frankrijk naar wrakken die daar liggen en de historie daarvan. We have 3 ships like this on the French coast who are broken. And we are interested by this one because it's the one we know who is intact. De Fransen maken foto's en aantekeningen van het wrak. Met deze informatie schrijven ze een boek over de geschiedenis van het schip. In mei wordt het wrak versleept naar de duiklocatie bij Scharredijken. Vanaf dan wordt het wrak gebruikt als attractie voor duikers.